Ja, dan weet je dat je een bekende viroloog gaat worden. Hè. Ja, op een bepaald moment, wanneer je viroloog bent en er komt een epidemie die veroorzaakt wordt door een virus, ja, dan weet je dat je een bekende viroloog gaat worden, hè, een BV. En dat is dan zo. Maar de geruststellende gedachte daar altijd achter is, dit is niet wat ik ben. Voor een artiest is dat anders. Ja, dat is zijn brood en boter, hè. Voor mij is dat pandemie gedaan, is dit ook weer gedaan. Hè? Dus, en dan is dat veel makkelijker om daarmee mee om te gaan. Dus dat op zich is niet het probleem. Hè.